zijn op pad in Heemse vanmiddag voor een bezoek aan Arjan Vrielink. Arjan heeft een hele bijzondere hobby. Hij is amateur-archeoloog. Het schijnt dat hij in de afgelopen tijd nog wel bijzondere vondsten heeft gedaan. En ik geloof dat we daar vanmiddag een heleboel van gaan zien. We zullen eens even kijken. In de omgeving van Hardenberg of? Ja, dit is verschillend. Dit is van alles wat. Wat is dit bijvoorbeeld? Dit is waarschijnlijk van een glas, zeg maar, of een beker. Ja. En. Dan zie ik dat nou goed. Ik zie hier een figuur van een mens in. Heb je dat? Nee, dat niet. Nee, oké. Okay. Nee. Dat lijkt me niet zo, hè? Jij vertelde net, jij was als kind was je pijpenkoppen gaan zoeken. Ja, in Koevallen, waar ik geboren ben. Ja, ja. Maar waar komt dat dan vandaan? Ik denk een beetje van mijn vaders kant, een beetje van mijn vader. Maar, die heeft dat ook een beetje, mijn vader was al een beetje een soort een beetje van verzamelaar. Oh ja? En ook allemaal spulletjes in het hokje en ook een kringloopje afgaan. Dat heb ik eigenlijk een beetje geleerd van hem waarschijnlijk. Zit in de gen? Ja. Maar ik kwam later pas eigenlijk achter dat het eigenlijk dit ook wel mijn hobby is. Ja, maar hoezo dan pijpenkappen? Ik liep gewoon, ik had al eigenlijk niks te doen als bijvoorbeeld de jeugd en dan liep ik gewoon door de akkers en ik vond het heel interessant om en dan zag ik dan die dingetjes liggen. Ja, echte pijpenkappen, ja. Heb je het dan over? Ja. Oké, heb je daar veel van gevonden toen? Toen eigenlijk niet zoveel. Dat was eigenlijk... de jeugdperiode, dus dan zit je op voetbal en... ja, maar je trok door de velden en keek gewoon naar de grond. Ja. Ben je ook zo'n type wat met een... Een detector. Een metaaldetector een land opgaat? Ja, dat wel, maar niet zozeer intensief. Nee. Wat sommigen heel veel doen. Ja. Maar wat doe je dan wel? Wat is dat archeologische werk? Ja, het mooiste is gewoon de stotten afzoeken en hopen op iets moois. En waaronder de steengoed en aardewerk, wat ik heel interessant vind. Ja, en wat is dan in jouw beleving iets heel moois? Nou, als je bijvoorbeeld een scherfje vindt met een merkteken of de flora, het is gewoon heel spannend, zeg maar, wat er eigenlijk, wat is dit? En... Wat er uit de grond naar boven komt, zeg maar. Ja. En wat is het meest spannende voor jou wat je ooit hebt gevonden? Nou, dat was 3 weken terug. Dus... Vertel. Dat vond ik wel erg leuk. Er zijn meerdere dingen wat ik wel heel erg leuk vond. Ik heb hier een pijpenkap liggen. En die komt van een stort achter een boerderij. En die lag helemaal bezaaid met scherven, zeg maar. En ook wel steengoed. Ja. En zag ik een gezichtje een beetje naar me kijken, zeg maar. En ik denk, ik dacht eerst dat het porselein was. Ja. Dus ik haalde het eruit en zag ik dus een pijpenkop. En een pijpenkop is dus een komt uit de 1850, is een Franse pijpenkop. Ja. En ik heb geïnformeerd hoe dat nou precies zit. Ja. En er zijn dus 2 pijpenkoppen gevonden in Frankrijk, precies hetzelfde als die van mij. En die heb je hier gevonden in de gemeente Hardenberg? Ja, gemeente Hardenberg. Ja. Oké, je wil niet zeggen waar. Nee. Omdat je bang bent dat anderen daar dan ja, ook. Ja, dat sowieso. Ja. Ja, dat is een beetje je eigen gebied beschermen. Ja,
Ja. En er liggen nu 2 pijpenkappen die precies hetzelfde wat ik dan heb, liggen in een museum in Amsterdam. Mm-hmm. In het Pijpenmuseum. Mm-hmm. En waarschijnlijk ben ik dan ook de enige in Nederland, zeg maar, die pijpenkap gevonden heeft. Ja. Oh ja? Ja, want het is een stad uit Amsterdam, want je gaat hem direct dateren. Ja. De stad is gewoon tussen 1850 en 1900. Oké. Okay. Ja. Maar die in het museum liggen, die pijpenkappen, die heb jij dus niet gevonden? Nee, die komen uit Frankrijk. Ja. En die zijn opgegraven bij de fabriek waar de pijpen gemaakt zijn. Oké. Okay. Zijn die pijpenkappen, want die zijn voor jou dan heel waardevol, maar zijn ze ook echt waardevol? Veel geld waard? Of weet je dat niet? Ja, volgens mij niet zo, ja. Dat weet ik niet precies. Het gaat jou ook niet om de waarde? Nee. Het gaat gewoon om het determineren van de akker. En dat is zo interessant, alles bundelen met elkaar. En ook alle scherven en glas en zo. En dat doe ik dan in bakken en dan bewaar ik ook gewoon. Ja, oké. Okay. Zijn er meer mensen zoals jij in de gemeente Hardenberg die dat doen? Zijn er veel mensen mee bezig? Niet dat ik weet. Ik ga met twee archeologen om. En ook wel een goede maat van me in Friesland. Ja. Die is archeoloog en die is nu afgestudeerd. Mm-hmm. En ik ga dus ook met archeologen om bij de Zwartsgroep in een stadhuis. Maar niet in Hardenberg? Nee. Jij doet niks voor de historische vereniging in Hardenberg? Nee. En je vertelde dat je dat wel gevraagd had? Ja, ik heb vorig jaar een mail gestuurd. Voor 2 jaar terug. En of ik bij de historische vereniging kon komen, zeg maar. Omdat ik gewoon ook heel erg leuk vond. Maar ik heb geen reactie teruggekregen. Oh, okay. Dus, dat is wel bijzonder. Dus ik ben eigenlijk ook een beetje mijn eigen weg gegaan. Ja, goed. De Ommerschans, daar ben je wel nou bij betrokken dus. Ja. Hoe vaak ga je daarvoor op pad? Eén keer in de week, 's maandags avonds. Oké, okay. En dan, hoe moet ik me zo'n avond voorstellen? We gaan heel veel aardewerk en steengoed en glas en flessen gaan we dus schoonmaken. Alles is nu afgerond, maar het loopt nog door de komende jaren, zeg maar. Ja. En alle scherfjes en alle glas en steengoed wordt gewoon schoongemaakt, wordt gelakt, komt een nummer op. En dat gaat allemaal in de computer. Ja. En dan wordt het allemaal gebundeld en misschien dat het allemaal bij elkaar past. Jij maakt dat ook schoon? Ja. Okay. Het meeste is allemaal afgerond. Ja, het is echt heel veel. Maar je hebt het niet zelf gevonden? Nee, klopt. Nee. En wanneer ga je zelf op pad? Misschien 1 keer in de 2 weken dat ik zelf een beetje op pad ga. Ja. Maar dan niet, niet achter de hekken, laat ik het zo zeggen, want dat is dan weer verboden trein. Dan ga ik wel bijvoorbeeld achter een boerderij of zo, of ik heb bepaalde vaste akkers in koevallen, waar ik dan ook wel loop. Ja. En dat zijn gewoon vaste akkers en daar mag ik gewoon gerust lopen. Okay. Ja. En je zou nog iets vertellen over je meest bijzondere fonds? Ja, dus je bent 3 weken terug, maar wat was er 3 weken terug? Ik ben met iemand meegeweest van de Zwartsgroep. En die had een mooie akker achter de boerderij. Volgens mij gaan we er wel een beetje mee verder, want we liggen helemaal bezaaid met schuiven en heel veel mooie loodjes. En je kunt direct dateren, zeg maar, dat het echt tussen 1850 en 1900 is. Okay. Ja, want iedereen heeft ook zijn eigen dingen. Dus je hebt bepaalde mensen die doen middeleeuwse, je hebt bepaalde mensen die doen tussen 1700 en 1800. Maar ik zit meer tussen 1850 en 1920, 1930. Okay. Dat vind ik interessant, maar dan wel Duits. Dat vind ik mooi.
moest. Ja, waarom? Waar komt die fascinatie vandaan? Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon leuk. Oh ja, mijn moeder is ook Duits, dus... Ja. Oh, oké. Heeft dat daarmee te maken? Zou kunnen. Ja. En nou, vertel je al dat je een Facebookpagina hebt. Ja. Wat is dat voor pagina? Het is een pagina, dat is aardewerk, steengoed, scherven en glas. Ik heb dat, even kijken, dacht ik 3 jaar terug of 2,5 jaar terug, heb ik dat gemaakt op Facebook. Ja. Dat was eigenlijk gewoon het determineren van bijvoorbeeld bepaalde scherven of glas of steengoed. Wat bedoel je met determineren? Het stellen zeg maar van wat het eigenlijk is. Is het een kom, is het een fles, wat het vaststellen. Ja, vaststellen. Ja. Oh, oké, okay. En daar krijg je daar veel reactie op die pagina? Ja, ik denk dat ik 1 keer in de week wel een lid moet toevoegen, zeg maar. Oh ja? Als beheerder is. En wat wil je met die pagina bereiken? Het bundelen alles bij elkaar, het leren ook van heel veel dingen, ik zelf ook, want het is archeologie is natuurlijk heel, heel breed en groot en geschiedenis. Ja. Elkaar ook helpen met dingen, dat vind ik wel belangrijk. Dit is een hobby van je, maar wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben zelf schilder. Schilder? Ja. Dat is heel wat anders. Ja. En had je niet iets in de geschiedenis willen doen dan? Ja, eigenlijk verkeerde hobby of werk. Verkeerde beroep gekomen. Ja, maar ik vind dit wel heel erg leuk. Ja, ook, ja. Ik zit s'avonds ook wel geschiedenis bekijken, boeken lezen. Maar ik heb er eigenlijk ook mooi van alles wat. Ja. Ja, en je vertelde net dat je was samen met je dochter op pad geweest. Ja, klopt. Dus die heeft dat ook al een beetje overgenomen. Ja. Die voorliefde voor scherven. Ja, één dochter die vindt het wel leuk. Ja. Ja, oh nee, ja. Maar niet. Ik weet mijn niet. Ouders, ik heb 3 kinderen, een zoon en 2 dochters. Aha. En de tweede dag, zeg maar, die tussenin zit, die vindt het volgens mij ook leuk. Oh, oké. Okay. Ja. En dan ben ik een keer mee aan het zoeken geweest hierachter bij de vecht, zeg maar. Ja, oké. Okay. En nou ben je recentelijk nogal lokaal in het nieuws geweest vanwege een of andere ring die je had gevonden. Ja. Kan je dat verhaal nog eens even vertellen? Hoe is dat gegaan? Ja, er heeft iemand die ik dan ook ken, zeg maar ook via Facebook, die ook twee keer ontmoet. Ja. En die heeft mij gecheckt van er is iemand die een gouden ring verloren heeft, zeg maar, in Harderberg. Ja. Dus hij heeft mij gecheckt op Facebook. En zodoende heb ik dus gereageerd naar de dochter van die man die de ring verloren had. Ja. Ja. En die ring heb jij weer boven water? Ja, ja, na een uurtje, ja, een half uurtje zoeken of. Maar dat doe je dan ook met behulp van een metaaldetector? Ja, of, klopt. Ja. Oh ja, die wil ik wel zien. Nou, dan zal ik hem even aanzetten. Oké. En daar zoek je dan mee de bodem af? Ja. En zodra die wat metaal, dan begint hij te piepen? Ja, ja. Ik kan hem zeg maar op all metal zetten, dat is dus alle metalen. Ja. Dan pak je dus ook spijkers. Oh. Maar ik kan hem dus ook op, zeg maar op bijvoorbeeld zilver of koper en goud pak je dan en dan ook aluminium. Kan ik hem ook op instellen. Ja. Ja. En want je ziet wel eens heel veel van die mensen bijvoorbeeld langs het strand lopen. Dat, ben jij ook zo'n strandloper? Nee. Nee? Nee. Oh, dat weet je. Dat weet je. En wanneer gaat je hart helemaal sneller kloppen? Welk geluid moet hij dan maken? Ja, dat kun je horen, zeg maar. Je hebt verschillende soorten metaaldetectors. Ja. En de ene zoekt goud, de andere zoekt zilver en je hebt heel veel soorten en ook heel veel, wat eigenlijk ook heel veel geld kost.
Of heb je nog nooit naar goud? Nee, nooit goud, wel zoeken. Je bent geen goudzoeker. Nee, ik ben niet echt goud. Nee. Ik doe eigenlijk niet zoveel met de detector. Nee? Oh, dat lijkt me nou zo interessant. Ja, is ook leuk. Maar ik ga ook altijd naar zoekdagen. Ga ik meestal. Ik heb ook vrijwilliger werk. Zoekdagen? Ja. Wat zijn dat voor dagen? Dan ga je zeg maar met 300 man ga je naar akkers afzoeken. Oké. Ja. Is dat ook wel eens hier in de buurt? Vorig jaar was het in Hogeveen bij Fluitenberg, geloof ik. En dat was van een man. Die dus zeg maar in Friesland zeg maar de detectors verkoopt. Oké. En die regelt dus zoekdagen. Nou, misschien voel je je geroepen om zo'n zoekdag hier in de buurt te gaan houden. Ja, zo kan ja. En kan je wat meer mensen enthousiast maken voor de hobby. Is er iets waarvan je zegt, ik hoop nog ooit dit of dat te vinden? Of is er iets waar je specifiek naar zoekt? Het is een heel beleving, zeg maar, wat je al... kunt vinden aan scherven en dat is ook scherfje is anders. Je hebt zoveel. Maar kan je beschrijven wat er door je heen gaat als je iets uit de grond haalt? Ja, waarvan je denkt, nou yes. Als je een heel flesje uit de grond haalt, dat is wel heel erg leuk. Hè? Dan ga ik wel even... dan ga ik je hart... De adrenaline begint dan helemaal te stromen. Ja. Oké. En dit is een Franse peperkop. Een Franse peperkop, een Gambier, een Engel. Van de 1850. En die heb je gevonden waar? Hier in de buurt, in de gemeente Arnhem. Ja. Maar je kunt dus zien dat deze niet gerookt is, want deze is niet schat van binnen. Kijk, die zijn zwaar. Zie je dat? Ja. Die is gewoon stevig groot, die leeft ook niet meer, die man. Ja. Dat zijn zoveel. En je hebt hele kleintjes, heel leuk. Ja. Nou, dit is een eigen aankoop. Deze is... even kijken. Deze is van mijn vader en moeder. Dat heb ik met mijn vader een keer in de schuur gehad. En dit is dan 18e eeuws Westerwald. En dat is 19e eeuws. Een Delftse potje, een kannetje, een mannenkannetje. En Historimus, Westerwald. Bier, kruiken. Het is Frans. Uit 19e eeuws. Dat is wel een mooi kannetje. En een mooie tekst. Hollands plateel, schaaltje van Makkum. Deze gember pot zeg maar, heb ik kocht een kringloop voor een paar euro. En toevallig was die voor 2 weken terug op Kunst & Kiets. En deze is dus zeg maar 150 euro waard volgens Kunst & Kiets. Oh ja. Ja, want dit is echt een hoop kristal. Ja. Een bordje uit 1920 van Mozart. Dit is wel heel erg leuk, want deze heb ik dus in Hardenberg gevonden. Dit is een Engelse fles uit 1960, 1970. En dit is een Engelse bierfles. En deze vijf mijn dag gevonden, dus dat is wel heel erg leuk. Ja. Nou, dat is een slagplomb. Deze, die heb ik ook gekocht in de kringloopwinkel, maar daar heb ik een heel leuk verhaal bij. Dit is een 19e eeuwse beslagplomb, een Friese aardewerk. En als je dus ziet, ze is altijd nog gebruikt als een bloempot. Kijk, dus het gaat helemaal mooi. Ja. Maar hoe weet jij dan dat een Friese beslagpot is en geen... Nou, de glazuur is oranje en dan is de... je kunt het vaak zien aan zwarte vlekken en roodbakkend, hè. Dus, hele mooie oortjes. Ook Friese aardewerk. Oortjesbak. En dit is ook heel erg leuk, en dit is Oom Schans. Deze. Maar die moet ik eigenlijk weer teruggeven. Dit is Oom Schans. Dit is een schep van dit flesje. Dit is Oom Schans. En deze mooie.
Hij is eigenlijk stuk, maar ik moet hem eigenlijk inleveren bij de schatsgroep. Maar dat gaan we binnenkort doen. En wat jullie samen opzoeken, dat blijft de eigendom van de groep. Ja. Ja, nee. De scherven zijn zo smerig. En als je dat schoon met de lauw water doet, met tabletjes, kunstige tabletjes. Ja. Dan je doet dat 2 in of zo in lauw water en je legt het erin, dan krijg je dus Kijk, en nu kun je mooi dateren. Hè? Ja. Maar de dam is er nu. Daar heb ik ook heel veel scherf gevonden. En ook de fles, zeg maar, de jaren 60, de Engelse fles. Ja. Ja. Maar het is allemaal bloot oog, hè. Dus ja. Er stond geen hek omheen, dus dat mag je. Mag je vrij gewoon zitten? Ja. En nou, misschien kan je even demonstreren hoe dat dan in zijn werk gaat. Met zo'n metaaldetector. Even de maas, hoor. Eerste letter. Wat zou het zijn? Bierdopje, denk ik. En hoe kom je daar nou achter? Ik moet hem uitspitten. Ik denk dat het een bierdopje is. Je reageert niet op elk fiesje? Nee. Dat zou ik wel doen, want dan zou ik nieuwsgierig zijn. Ja, je kunt aan een piepwoord zeggen wat het is. Oh, oké. Okay. En jouw gevoel zegt een bierdopje, laat me liggen. Ja. Het kan ook een aluminiumfolie zijn, hè, van een Mentos. Ja, je weet het niet. En wat voor piepje geeft hij als het heel waardevol is? Ja, dat gaat hij wel heel erg te keer, hoor. Oh ja? Ja. Oh, oké. Okay. Een soort waarschuwing van let op. Ja. Oké. Okay. Nou, dat geluid zullen we niet horen, denk ik. Denk niet.